Van harte welkom bij Wij Zijn Nijmegen. In elke aflevering bezoeken wij een bijzonder initiatief dat door Nijmegenaren gezamenlijk wordt uitgevoerd. Deze keer zijn we bij Swim to Fight Cancer. Swim to Fight Cancer is een prachtig zwemevenement voor het goede doel. Wij zwemmen met z'n allen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Zodat er minder kanker is, meer onderzoek en meer mensen die we gewoon bij ons kunnen houden. Dus we willen heel graag met z'n allen een enorm bedrag bij elkaar zwemmen om al die mensen te kunnen helpen. Jij hebt je samen met heel veel vrijwilligers maandenlang ingezet om dit evenement voor elkaar te krijgen. Nu sta jij hier, hoe is dat voor jou? Ja, het is gewoon super spannend. Ik bedoel, de hele dag gaat de adrenaline door je lijf. En je hoopt gewoon dat het een ontzettend succes gaat worden. Maar het is mooi weer. Er zijn heel veel mensen. Iedereen is blij. Iedereen spreekt je aan. Er is zo'n enorme verbondenheid. Ja, ik voel het gewoon echt als een enorme shiver door je lichaam. En iedereen is gewoon hartstikke gelukkig hiermee. Dus ik denk dat we het echt wel iets moois hebben neergezet met elkaar. Charles, waarom heb je besloten mee te doen aan Swim to Fight Cancer? Omdat ik heel belangrijk vind dat onderzoek gedaan wordt naar voor het kanker. Dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden. Jij bent nu net een paar minuten het water uit. Hoe ging het? Nou, het ging buitengewoon goed, want we hebben meerdere malen getraind. En deden we er bijna een uurtje over. En nu volgens mij iets van 40 minuten. Dus het ging fantastisch. Jij bent zelf ook ziek geweest. Hoe vind je het dat dit gedaan wordt voor mensen die ook ziek zijn of ziek zijn geweest? Nou, juist voor die mensen die nog ziek zijn, is het belangrijk dat het onderzoek verder gaat. En dat die mensen misschien ook geholpen kunnen worden, net als ik. Want dankzij die onderzoeken ben ik wel nu schoon. Naomi, jij komt net het water uit. Hoe ging het? Heel goed. Ja, het ging echt goed. Het was wel koud, maar het ging goed. En waarom heb jij besloten mee te doen? Nou ja, ik wilde een keer zwemmen voor het goede doel. Dus dat is mooi meegenomen. En ja, sowieso heb je in de familie zijn er genoeg mensen getroffen. En daarvoor wil je natuurlijk wel steunen. Dus daarom heb ik meegezwommen. En wat betekent het voor jou dat je hier naast een hele leuke dag ook nog mensen ondersteunt die kanker hebben of hebben gehad? Ja, dat voelt eigenlijk wel goed dat je het onderzoek meehelpt en zorgt dat je eigenlijk... Zorg dat je eigenlijk steunt en zorg dat je beter onderzoek krijgt voor kanker en die mensen genezen kan. Jullie hebben met dit evenement een waanzinnig hoog bedrag opgehaald. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook het doel. Wat vind jij ervan dat dat ook is gelukt? Ja, dat geeft je zo'n ontzettend... Ja, ik zou bijna zeggen, je wordt een beetje emotioneel van. Maar ja, uiteindelijk is dat wel wat je wil bereiken. Met elkaar iets moois neerzetten. En dat er heel veel geld komt voor kankeronderzoek. Want dan lopen je heel veel mensen die met die ziekte te maken hebben. En misschien zelf ook kanker hebben. En je voelt gewoon dat ze zo ontzettend dankbaar zijn ook. Dat wij dit voor hen doen. Ja, hoe mooi kan het zijn om dit met elkaar neer te zetten. Terwijl iedereen ook nog eens een keer plezier heeft hierin. Het is gewoon geweldig. Wilt u ook meedoen aan Wij Zijn Nijmegen? Neem dan een kijkje op wijzijnnijmegen.nl.